jong en oud is er wat te doen. Je kunt sportief, je kunt op het terrasje gaan zitten, wandelen. Dus echt voor elk wat wils. De IJzeren Man. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Dat verwijst naar de baggermachines die 100 jaar geleden werden gebruikt hier voor de zandwinning. En mensen wisten niet wat dat ding was. Dus ze zagen alleen maar grote graafarmen en baggermachines en hebben dat de IJzeren Man genoemd. Ze hadden verder weinig beeld bij. Die zeggen, zagen alleen maar een meer ontstaan eigenlijk. Ja, dat klopt. Dat klopt. En die plas is dus de IJzeren Man. Maar in Weert is het hele gebied eigenlijk daarna vernoemd.